Ze zeggen altijd, schrijven is schrappen. En dat lukt mij niet altijd. Ik heb zelfs gedichtjes met twee titels. Een woordspelletje. Ene titel is Seks na de afwas. De andere titel van datzelfde gedicht is Ménage à toi. Triootje. De seks na het eten geeft altijd problemen. Na het dessert zitten man en vrouw en visite alert. Ja. Nadine wil voor de afwas en met morgen, maar ook morgen wil Nadine. Nadine wil niet toegeven, wil het volgende. Ik wil Nadine wel, Nadine en morgen ervoor met morgen. Morgen is niet akkoord. Morgen heeft geen zin te wachten tot morgen. Morgen wil echt wel vandaag. Wil echt wel vandaag. En Nadine wil echt wel vandaag. De meiden willen Nadine en Wil willen voor. Dus morgen geeft toe. En Nadine niet. Morgen geeft toe en zegt oké. Nadine niet. En voor. Het wil. En Nadine? Ja. Nadine gebeurde er niks. Hoeveel had ik? 15 minuten? Of hoeveel heb je al? 4 minuten of 4. Je vraagt, schenk me je armen als troost. En verdoe je tijd als je aan me denkt. Doe onzinnige dingen, beweeg je vingers, aai de lucht ermee, voor ze tot rust komen, tegen je wang in die nadenkende houding. Hou één hand vrij en tik ermee op het tafelglas. Codeer je levensverhaal, stoptik, vingertik, roffeltik, krap aan je neus. Kijk even naar de weerkaatsing van de zon, staar weg van het licht en zie de zon nog steeds, zoals ik bij jou doe. Ik kijk naar jou en als ik wegkijk, zie ik jou nog steeds. Op mijn netvlies staat die gedachte aan jou en jij zit op de zetel. Blij, treurig. Niet, want je loopt om koffie en gaat weer zitten. Mijmeringen van een meisje zijn anders dan die van een jongen. Wat doe je als er lust voor de deur staat? Als er een luster aan het plafond hangt die niet meer werkt, grijp je dan naar kaarsen? Zag je dat ze binnen werd? Heb je die hoek van de kamer al gezien? Ik verveel je. Je vraagt, denk aan haar. Het meisje dat ik ben. Niet het meisje wat jij van me maakt, want dan ben ik niet of toch maar half. Je projecteert, maakt die zandtekeningen door dat beeld geprojecteerd, net zoals we op YouTube hebben gezien. Andere vormen, vingertekeningen, draakje en zand wordt weggeveegd. Droom je van mij? Vraag je stout, lachend, een beetje serieus? Veeg 's ochtends het zand uit je ogen. Geen zandmannetje stond aan mijn bed, maar een mond vol tandenvee. Wat doe ik hiermee? Vraag ik me af. De luster wiegt op een neer, vinger tik dik groffel de eerste keer. Je wang ligt op het kussen, ik zie half je gezicht, want het straatlicht schijnt lachend binnen. Oranje gloed, maar dat ook rood kunnen zijn. Die nacht was een stripverhaal. Prentjes, zwart of donkerblauw waren, maar eerder een warme gloed. Past niet in het geheel. Ik baal van slechte verhalen, ook al zijn ze goed getekend en ik heb een hekel aan kleurentheorie. Oranje dus, of rood. Ik geef niet toe. Je silhouet op de muur als je over me schuurt doet me denken aan sprookjes. Veel, er was eens. Het verhaal komt niet op gang. Hans en Grietje vonden de eerste keer ook de weg naar huis terug. Of niet? Ik vind de weg naar huis. Laat je achter met je verdriet en mijn armen. Neem ik mee. De dag erna komt een sms'je binnen. Of kan je denken? Hoe kan ik aan je vertellen dat ik aan je denk? Als een diavoorstelling, onchronologisch, alsof ze op de grond gevallen is. Zonder barstjes te maken, maar soms staan de foto's op zijn kop, zoals die keer dat we uit bed vielen van het lachen. Ik antwoordde toen je sliep. Dat ik bang was. Bang om alleen te zijn en bang om samen te zijn, want ik wil niemand kwetsen en ook niet mezelf. De mug die je bedreigde heeft het wel moeten ontgelden. Ik veeg het bloed van mijn hand, het jouwe of het mijne. Elk muggenpootje dat jou bepotelde had ik tegen willen houden. Dat is
territoriaal, ik weet het, zo wil ik niet zijn. Ik wil eerder van jou zijn in plaats van jij van mij. Dat is liefde. Je helemaal geven, je had het koud, je nam de donsdeken, ik stond er toe, keek naar je hals en je fluisterde iets, maar was te moe om mijn antwoord te horen. Eén stap naar voren en twee terug. Om sommige mensen te leren kennen, moet je geduldig zijn. Kniebroek en vislijn, paraplu voor als het regent, vroeg opstaan helpt en ik weet niet of vissen slapen en ik luister naar je ademhaling. Als ik mijn ogen open doe, zijn de rollen omgekeerd. Ik moet wennen als je naar me kijkt en wegkijkt als ik het zie. Je zegt, ik ga naar beneden, ik moet een gsm oppakken. Ik knik. Je loopt de trap af en voor ik indommel hoor ik schijfgetik, tik, typ op de computer, het bed kraakt. Je vraagt, was dat de tweede keer? Ontmoetingen en alleen zijn verstrengeld in elkaar, we kennen elkaar niet zo goed en... Rollercoasters passeren in loops van stilte. Maar jij hebt vragen klaarstaan en ik antwoord. Soms geanimeerd, soms verkeerd, soms helemaal de richting uit. Als een vogel die de open hemel opzoekt, zodat ik weer naar je kan duiken. Verliefd naar je kan kijken en jij vraagt of het nodig was. Ik knik en eindelijk... Kom tegen me aanzitten, want zo... hoor ik je ook. En Jay Kast is ook een hele moderne dichter, want zijn laatste bundel staat niet op papier. Zijn laatste bundel is Bla Bla Instinct en is op een cd gebrand. Ik heb een nieuwe. En daarna had je papier. Je bent terug naar vroeger. Ja. Maar die met Bla Bla Instinct, daar zat ook muziek bij. Ja. Kijk, dat was mijn bruggetje. Okay. Dat jij nou vernaald. Shit. Nou, we het toch over muziek hebben. Kent u het Emel, hoe heet dat nou? Emergenza? Emergenza. Emergenza Festival, kent u dat? Emergenza.